Ha 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 ha! I don't think anything. You're insane. Am I? Take them upstairs. Cut it. Het begint in Italië en het spel dus in Roemenië en Transylvanië aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. En een van de bevelhebbers van een van de strijdende partijen heeft een, ja, die blijkt een soort Dracula figuur te zijn. En, maar ik bedoel, het is een soort mysterie wat Indy moet ontrafelen. George Lucas bedenkt het verhaal en dan heb je een scriptschrijver in New York die het scenario uitwerkt. Dus daar hebben we contact mee gehad en van daaruit is de uiteindelijke versie ontstaan. Betekent het nou ook dat je historisch gezien moet voorbereiden, dat je veel moet inlezen? Nou, ik heb alleen een boekje van Vlad, de Impaler. Dat is dus waarop de hele Dracula geschiedenis eigenlijk, die Bram Stoker gebruikt heeft als een soort aanleiding. En dit is een historische figuur die in de 14e eeuw ook echt bestaan heeft. En daar is dit verhaal op gebaseerd. Dat is ook een beetje waar Coppola's film op gebaseerd is. Dat is die man die dus tienduizenden mensen levend op spiezen heeft gezet. Terwijl die lekker erbij zat te eten en zo. Dus die beheerste dat rijk bij Transylvanië. En daar is dus die hele Dracula verhaal op gebaseerd. I think everybody has a, you know, basic knowledge of Indiana Jones. I mean, you know, everybody at least my age, I guess I was like 10 when Raiders of the Lost Ark came out. And, I mean, it was a sacrilege if you didn't see that, you know. I mean, it was serious business, so, you know, I saw that a few times. And then I saw all the other movies that came out, so, I mean, I just watched the movies to see if there was any inflections, mannerisms, gestures that he repeated that were kind of indigenous to the Indiana Jones character that would also be, you know, appreciated in a younger Indy, you know. Intelligence in Italy. We're here to take you back. This must have been an ordeal for you. No, not really. Actually, it's quite pleasant. Yes, I agree. Cut. It's about vampires, kind of Dracula-y, spooky, kind of surrealistic, nightmare-y, blood, guts, gore, neck-sucking kind of an episode. He comes in from that side. There's some killer shots he's doing, so, you know, this is an episode that I can't wait to see. There's a kind of special aura that he creates on the set, which I'm sure you've been able to see in a couple of days. You know, people can't really relate to him immediately, but there's something special. There's a little thing in his eye that everybody wants to work very hard for and make and please him. That's a special quality. Yeah. The whole truck. Bring the whole truck up. The wider we go, the less track forward we can have. Dit is ook het eerste script wat iemand anders geschreven heeft, wat ik regisseer. En dus dat, maar dat vond ik dan wel eens leuk om te kijken hoe dat dan is, of me dat bevalt. En ik heb ook volledig vertrouwen in de groep mensen eromheen en om de hele editing. Ik bedoel, ik vind hoe George Lucas zijn films edit, ja, daar heb ik weinig op aan te merken. Dus ik heb er volledig, met een gerust hart laat ik dat aan hem over. Het heeft ermee te maken dat de films die hij maakt en die hij samen met Spielberg maakt, dat zijn films die ik bewonder ook om hun editing, hoe ze in elkaar gezet zijn en op welke manier het verhaal verteld wordt. Dus als er iemand mijn films mag monteren, dan is dat wel iemand als George Lucas.